Hiernaast mij staat een schitterende Jaguar 3.2 V8, de XJ variant, een stukje Engels straatbeeld. Hij is fabrieksnieuw en hij heeft maar liefst 261.000 kilometer gelopen. Wat hebben we gedaan? Zoals al eerder gezegd, de XJ, de onderkant. We hebben een totale bodemrenovatie gedaan. De auto heeft nogmaals 261.000 kilometer gelopen. En geloof me, dat zag er niet best uit. Wat hebben we gedaan? We zijn gestart met het demonteren van alle technische delen. En uiteindelijk hebben we zeg maar 60% van al het plaatwerk met alle sluitnaden, bijvoorbeeld hier onder bij de krikpunten, zowel op alle vier de plekken, dus voor en achter, hebben we overnieuw erin moeten lassen, omdat daar gewoon letterlijk de gaten in zaten. Het was gewoon volledig krokant. Dus we hebben hem echt vanaf nul op moeten bouwen en dat is wel anders dan bij andere projecten die we eigenlijk normaliter doen. Wel met een mooi resultaat, dat wel. Als we dan hier bijvoorbeeld voor gaan kijken, ik moet zeggen, de auto had wel redelijk op tijd onderhoud gehad en zo. Dat zag er allemaal wel redelijk goed uit, zoals de remmen, de remleidingen, dat soort zaken. Maar dat was ook eigenlijk het enige. En nu, wat er nu staat, is eigenlijk een auto die vanaf nieuw weer kan gaan rijden en die er weer jaren tegenaan kan. Ook de velgen van deze Jaguar XJ hebben wij volledig gerenoveerd. Teruggebracht naar een fabrieksnieuwe staat. Wat begint met de band eraf te halen, uit te stralen, het lood eruit te halen, volledig strak te maken, te coaten, te spuiten, af te monteren, uit te balanceren. En als je dan zo erop gaat staan, dat je eigenlijk helemaal niks meer ziet. Dus geen foute plamuur erop. Als je één keer de auto wast met een hoge drukspuit erop spuit, dat je de lakken weer afspuit, weet je wel. Je ziet het zo vaak. Er zijn wat dat betreft zijn er zoveel prutsers. De automarkt staat wat dat betreft onder druk, heb ik het idee. En op dat soort dingen wordt altijd bespaard. Dat doen wij hier niet, want dan doen we het gewoon niet. We doen het of goed of we doen het niet. En het leuke is ook, als ik hier nou zo inkijk en ik kijk naar de schijf en naar de remblokken en naar de remklauw en naar het keramisch vet, dan zie ik gewoon dat alles nieuw is. En daar is eigenlijk hetgene wat ons zo fascineert. Ja, ik wil toch nog even snel een paar dingen laten zien, want we gaan nu heel erg snel en anders dan heb ik dadelijk niks laten zien. Maar dat uitlaatsysteem bijvoorbeeld, dat is nog het originele uitlaatsysteem. En daar zaten echt, want nogmaals 261.000 kilometer, er zaten echt een hoop gaatjes in en zo. Kijk, je kunt wel nieuwe eronder zetten, maar het was heel minimaal. Dus we hebben dat allemaal opgevuld, strak gemaakt en weer in de originele kleur gezet, hittebestendig. Dus nou hou je ook mooi die originele logo's en zo erop. En 1298, oftewel het originele uitlaatsysteem. En dat vind ik heel leuk. Dat is even een klein detail. Bij deze Jaguar XJ hebben we ook een interieurrenovatie gedaan waarmee we de originele fabriekskwaliteit nastreven. We gaan dus letterlijk terug in de tijd met zo'n auto, ondanks zijn 261.000 kilometer. Wat je natuurlijk wel vaak ziet bij dit soort auto's is dat ze wat verwaarloosd zijn. Het zou bijna een asociale auto zijn als ze er niet uitzien. Op het moment als zo'n auto nieuw is, zou het ook een advocatenwagen kunnen zijn. En dat is het leuke eraan, zo'n auto past dus in heel veel straatbeelden. We gaan binnen kijken. Wat hebben we gedaan? Om te beginnen met het stuurwiel. Dat was eigenlijk zo'n keer of 10 geverfd, denk ik, met de hand. Dat was ook een hele andere kleur. Vraag me niet waarom, maar het is wel zo. We hebben het stuurwiel eruit gehaald en we hebben het compleet gerefurbished.
terug naar fabrieksnieuw met originele stiknalen. De stoelen, daar is men gelukkig nooit aan geweest. Dus die waren nog gewoon origineel, weliswaar gekrakeleerd, glanzend vet. Ook die hebben we eruit gehaald, helemaal aangepakt en teruggebracht naar een fabrieksoriginele staat. Geldt ook voor de achterbank, middentunnel. Dus uiteindelijk staat er hier nu een auto die bij wijze van spreken 30.000 kilometer heeft gelopen. Voor je gevoel. Ook als je erop duwt, hè, dat is vaak wel een fenomeen als men thuis zelf gaat verven en gaat bijwerken, zeg ik altijd. Dat je op het moment dat je dichterbij komt, dat je eigenlijk niet zo'n prettig gevoel krijgt. En dat heb je nu niet. Als ik hier met mijn neus op ga zitten, en dat vind ik echt wel een belangrijk detail, dan ga ik niet 1, 2, 3 zien dat het is gekleurd. Een koe is ook nooit crème geweest. Ja, dus eigenlijk moet je het zo zien dat wij het proces wat ze in een ledenlooierij doen, dat doen wij ook, maar dan met het bestaand leder. Dus je hebt niet een stuk leer wat is versleten, wat opgevuld wordt, dat er echt een laag op ligt. En dat doen we dus niet. Daardoor krijg je dus dit soort resultaten. En is het ook slijtvast. Ook een belangrijk detail. Ik kan hier echt op gaan duwen. Ik kan echt moedwillig dingen proberen stuk te maken. Als je het stuk wil maken, gaat het stuk. Maar het is in ieder geval slijtvast. De 3,2 liter V8 Jaguar. 240 pk, 316 Nm koppel. Van 0 naar 100 in 8,5 seconden. Topsnelheid van zo'n 2,25. Het is eigenlijk gewoon een sloep. Het is een slee waar je mee rijdt. Dus het is niet zozeer op basis van prestaties, maar op basis van rijbeleving wat je met zo'n auto hebt. Ik heb de klant ook geadviseerd van joh, want hij kwam in eerste instantie puur voor de bodemrenovatie. Uiteindelijk is daar het interieur bij gekomen. Heb ik jullie zojuist allemaal laten zien. En de motor blijft dan over als het stukje technische deel. Als je het schoonmaakt, zeker met al deze kunststofkappen, krijg je al heel snel resultaat. Dus dat hebben we ook gedaan. Dus deze motorruimte is niet fabrieksnieuw gemaakt. Maar wel heel mooi gepoetst enkel. Dus dan kun je ook zien dat je daar al een hoop resultaat mee behaalt. Wat we dan wel hadden gedaan, het was niet afgesproken overigens, maar wel de isolatiehoest eraf gehaald. Er zaten gaten in, dus die hebben we dan wel weer gerepareerd. Maar dat is meer voor mijn eigen gemoedsrust, zeg ik altijd, dat het gewoon netjes is. Dus je krijgt nu wel weer een totaalbeeld. En met deze kilometerstand denk ik dat deze man heel erg blij mag zijn. Ook deze types XJ staan er enorm onbekend dat ze op de wielkastranden wel eens wat willen roesten. En wij krijgen best wel wat aanvragen van joh, ja, wat kost het dan om roest weg te halen? Ja, zo'n vraag is onmogelijk te beantwoorden als je iets niet hebt gezien. Deze auto had dat dus ook. Hè. Ik heb net uitgelegd, begonnen met een bodem, het interieur, de motor. Dan ga je ook weer naar de buitenkant kijken. En hier zat een hele lelijke roestplek. Er zijn nog meer puntjes die ik aan kan wijzen, maar dit was geen puntje. Dat was een doorn in het oog. Dus ik heb ook uiteindelijk weer geadviseerd van joh, laat dat in elk geval repareren, want dat wordt alleen maar erger. Ja, zegt hij, maar dat valt toch wel mee. Dat is maar zo'n klein stukje, kan ik jullie ook laten zien op de foto. Maar wat is het inwendig? Dit hebben we eruit gehaald. Dus wat leek dat dat zo'n klein stukje was, zie je dat je hier gewoon stukken plaatwerk van zo'n 20 centimeter minimaal, dat eronder gewoon helemaal verrot is. En dat is dus het verschil tussen iets aan de oppervlakte repareren of iets intrinsiek repareren. Dus iets wat onderhuid zit.